Ik zal eventjes een potje met gerst rond laten gaan, met gerookte gerst. Hoe het aan het rookgeur komt, is van turf. Terwijl het rondgaat, zal ik even iets vertellen voor, want er zijn gasten en natuurlijk de mensen die, van de Whisky Society hier, die weten dit verhaal wel. Maar ik zal heel een vogelvlucht vertellen hoe whisky wordt gemaakt. Graan, gerst. Tenminste, Scotch malt whisky heb ik het over, hè? De single malt whisky. Gerst wordt verbouwd. En dat gerst wordt in een ton met lauw water gedaan. Om hem te foppen. Hij denkt, zo slim is het niet hoor. Hij denkt heel gauw, oh het is warm, het is voorjaar, we moeten uitlopen nu. Het is warm water. Dus de kolen begint te openen. En dan komt zetmeel in de kracht van de korrel. Maar dan moeten ze droog maken om het... Om de vergisbare suikers los te maken. Dus ze drogen hem. En alle whiskies die we tot nu toe hebben gehad, met hete lucht. Dan wordt gedroogd. Daarna wordt het gemalen. Niet tot meel, maar tot wat iets grover dan meel, waar ze brood van bakken. Dat heet grist in Schotland. En dat grist, dat wordt dan in water gelegd van 65 graden Celsius. Dat houden ze dan een uur aan. Dan verhogen ze de temperatuur naar 72 graden Celsius. Houden ze ook een uur aan. En dan wordt het naar 78 graden Celsius verhoogd en afgefilterd. En dan hou je een soort bruinig water over. Als je een lepeltje opdrinkt, dan springen je vullingen eruit van de zoetigheid. Dat is echt extreem zoet. En daar kippen zich gist in. En dat gist, als je door een microscoop kijkt, lijkt op zo'n Pac-Man spelletje op de computer. Het vreet het allemaal op, al dat suiker. En het verandert het in alcohol. Bier. Alleen het bier van waar whisky van gemaakt wordt, zit geen hop in. Alleen maar dat vergisbare suiker en dan gist. En dan gaat het in zo'n ketel. Hè? En de eerste keer gaat hij helemaal overheen. En de tweede keer, in Schotland, gaat het dan alleen de middelste gedeelte wordt eruit gehaald. De eerste gedeelte heet de voorloop. Dat is ethanol. Slecht voor je, kan je blind worden. En... onder andere van anderen denk je ook blind worden, maar van ethanol kan je blind worden. En dat gaat terug in de pot. En dan de middelste gedeelte wordt mooi helder en dat is het, de middelloop. Dan heb je een naloop wat stinkt, dat wordt ook afgescheiden. En dat naloop wordt soms wel eens verwerkt tot biogas, waar ze dan de generatoren van kunnen laten lopen. En dan heb je een heldere vloeistof, wat... rond de 65% alcohol is en dat vullen ze in vaten en dan moet hij slapen totdat het tijd rijp is